Goedemorgen. Vandaag zijn we iets vroeger wakker dan normaal. Want we zijn vandaag... 1 jaar verloofd. Ja, dat klopt. Dus we gaan wat vroeger gaan ontbijten, maar we gaan straks 2 uurtjes volledig verwend worden door het team van de wellness hier. Jammer genoeg niet gratis. Maar we kregen meerdere massages, peeling... en onder andere ontspannen ding. Maar ik denk niet echt dat we dat gaan kunnen filmen. Ik weet dat nog niet. We zien wel. Ja, ik denk dat nu ook wel niet echt. Zeker. Maar dat, je moet sowieso al in je lingerie, denk ik. Zelfs zonder BH. Dus dat is denk ik niet echt iets voor de vlog. Ja. Maar we gaan dus nu gaan ontbijten. Als Feetje tenminste doordoet. Zodat we nog op deze ons een beetje kunnen refreshen. Om daar te graag. Dus ciao, ciao. Ja. We zijn dus nu in het restaurant aan het ontbijten. Ik ben bijna klaar, alleen krijg ik mijn krok niet meer op. Want het is like echt 3 lagen kaas of zo. 4. 5. 2 dan. Dus ja, het is redelijk zwaar. Maar als we hier dan klaar zijn, gaan we naar het... naar onze kamer, want het is al 5:45 en 10:20 moeten we aan de massage, aan de spa staan. Dus 10 minuten voordat we eigenlijk aan de massage zelf starten. Dus dat is nu het plan voor nu. Nog een paar happen proberen te eten. Naar de kamer en dan naar de spa. Wij hebben net, over een half uurtje geleden denk ik, echt een super... relaxende 2 uur had. Het was enorm goed. We zijn dus gestart met zo'n koffiescrub. Daar was veel een beetje bang voor, maar is vrij goed meegevallen. Dan hebben we zo'n foam massage gekregen, waarbij dat ze zo echt zo... schuim van zeep like, op je doen en dan masseren ze dat heel in, wat dat... Peer goed aanvoelt. Dat was ook super tof, hè. Dat was bijna zacht en ook warm. Dus dat was wel inderdaad... Ze zei dat ze dacht aan de periode toen ze een klein babytje was en in bad zat en dat ze gewassen werd, maar ik weet niet wat ze dan daarna heb ik ze even moeten relaxen op een bedje. En dan was het de echte massage, wat dat eigenlijk echt zeer deed. Maar tegelijkertijd wat echt vrij ontspannend is. En dan kregen we nog een theetje. En een face mask. En een face mask. Maar het was echt super, super nice. Ja. Nu gaan we dus een beetje aan de zee gaan liggen. Aan het strand. En omdat er zo blokken in het water liggen. Ik wil daar graag een keer toe zwemmen. En daar even aan opleggen. En dan gaan we ook een keer gaan informeren. Naar prijzen en zo. Of dat we iets kunnen afdoen voor jetski voor morgen. Dus ja. We houden jullie op de hoogte. Tot straks. Joep. Dus weer grandioos afgegaan tegenover Lander. En we
zijn daarnet nu nog een keer naar de jetskis geweest om te kijken voor morgen. En we wilden eigenlijk graag de jetcar combineren met de jetskis. En dat voor 150 euro, maar dat ging niet. Of één van de 220, dus 1,1520, was 195 euro, maar dat vonden we nu toch wel net iets te veel. Gewoon 150, maar ja, het was niet echt te onderhandelen. Dus dat is dan voor morgen. Nu zijn we op de kamer en gaan we ons eigenlijk klaarmaken voor vanavond. Want we gaan naar een restaurant hier in het hotel, dat ook inclusief was. Dus Wabi Sabi, dat is iets dat Lander heel graag wou doen. Dus dat is voor vanavond, maar we nemen jullie sowieso. Hallo, we zijn nu, nu aan de bar. We gaan een vlug eentje drinken voordat we naar Wabi Sabi gaan. Een cocktailtje, aperootje, om de avond goed te starten. Yes. Dan gaan we straks naar Wabi Sabi sushi gaan eten. Beetje weet waarschijnlijk nog niet wat ze gaan eten. En dan gaan we wel later nog een side. We zitten dus nu in Wabi Sabi. Dat is dus het Chinese, Japanse, iets van die land, restaurant van ons hotel. Ik had een verrassing geregeld voor Lander en dat was een speciale tafel en dat hebben ze ook wel gedaan. Ze hebben dus een hartje gemaakt met bloemetjes en zo. En we hebben dus nu al, allez, vooral Lander, want ik heb hier nog niks echt aangeraakt of vergeten. Een paletje met allemaal verschillende soorten sushi. Negrini lag er ook bij, soorten visjes. Dus dat. Nu hebben we net dumplings besteld, maar dat is ook niet echt mijn ding. En voor te eten als hoofdmenu hebben we dan, heb ik sweet and sour chicken met rijst. Dus misschien dat ik dat wel ga eten. Ik heb geen rundjes gevraagd, want ik eet ook niet echt rundjes. Dus voilà. En Lander heeft er ook een vriendin bij, of een vriend, ik weet het niet. Ik zal ze een keer tonen. Ze is nu even weer weg, maar ik zal ze straks wel weer lopen. Nee. Dus, dit is de vriendin. Er zit hier als een kat rond te lopen. En dat is al zo, 100%. Lander had ze een klein stokje gegeven van vis. Dus natuurlijk blijft die kat terugkomen. En op een moment, Lander was nog aan het eten, die kat springt op zijn schoot. Ze gewoon blijven zitten. Ze hebben ze dat weggelokt. Ondertussen is ze met teruggekomen. Met mijn laatste stukje negrini. Ja, met zijn laatste stuk negrini. Maar ze is dan teruggekomen. Met mijn laatste wat? Negrini. Ja. Maar ze is dan teruggekomen. Dus nu zit ze hier like, al heel een tijd weer. En ook zo aan de tafel, maar twee poten op tafel, zo wat ik wil eten. Het is echt een pipatje 2.0. Vind je het leuk, Suintje? Vind ik lekker. Ik vind het wel jammer dat jij niet zo graag eet. Ik had gedacht dat hij misschien toch nog iets ging graag eten. Maar een paar dingen zo, maar dat zit er blijkbaar momenteel nog niet in. Misschien straks, als je de vrienden hebt. Feestje. Ah, en dat is de ring, by the way, dat ik heb gekregen van. Klein, maar fijn. Dus ja. Nee, dat niet. Ja, klein, maar fijn. Ja. Ik vind hem heel mooi. Het is maar wit goud en geel goud. Beetje laat dan, maar alsjeblieft. Die jongen heeft daar in. We hebben ons eten. Ondertussen is de kat nog drie keer langsgekomen. Maar het mocht niet meer van anderen. Dus. Oké, wat dat ik heb. Kip met zoet-zure saus. Een potje rijst. En Lander heeft beef met groentjes. Maar dat pannetje is vrij warm. Dat kwam hier echt al rood toe. Met ook een potje rijst. Dus wij gaan eten. Ik heb dus wel een beetje een cadeautje gekregen omdat we 1 jaar verloofd zijn. En ze wou eigenlijk, of ze heeft dat deze week al gezegd, zo als hint van ja, we zijn nog niet uitgeloofd, want jij hebt ook nog geen ring. Ik vond dat allemaal bullshit, want dat hoefde voor mij niet. Maar ze heeft dus een ring gekocht voor mij. Ook helemaal echt en zo. Het is echt hout en zo. Heel hout en wit hout, dus wel echt super nice. Dus als ik die niet op mijn vinger haal, gaat die sowieso om en dan kan. Anders ga ik dood. Dus ja. Maar echt nice. Ik vond het echt leuk. Ik heb ook super lekker gegeten in Wabi Sabi. Veetje heeft enkel maar een paar racekorreltjes gegeten. Jammer genoeg. Maar ik heb nog voorgesteld om te gaan naar het buffet, maar ze wel. Nee. Een beetje
Weet je, dat is dat kopje weegt een beetje veel en soms je dik. En dat zorgt ervoor dat ze sommige dingen niet goed doen. Allee, we gaan nu naar Side. See you later, alligator. Hallo. Wij zijn dus in Side, of onderweg naar Side. We gaan nu zo'n hoofdkarretje nemen om naar boven van Side te gaan, want dat is lekker zo. 1,5 km of zo stappen, bergop. Spittig, en het is maar 1,5 euro, man, dus dat gaat warm ook niet. In de verte is het aan ton weer. Nee, het is vuurwerk. Nee, het is echt bliksem. Nee, we gaan eraan toe gaan. Maar kijk, zijn er nu weer 2 nieuwe karretjes, dus het gaat lekker wel, maar ik lijk snel. Maar kijk, dus we gaan jullie zoiets weer zien. Boven beneden, ja, het is een beetje hobbelen. Maar ja, dus we zijn er. En nu gaan we shoppen. Woep woep. We zijn hier dus nog letterlijk geen 2 seconden en Peetje moet direct gaan doen. Dus ik sta nu zo super lonely te wachten op haar. Maar dus hier zijn we net boven gekomen en dat is zo het begin van de straatjes. Daar en daar. En zoals je ziet heb ik een mooie ring aan. Ik kreeg van Peetje. We hebben tassen mee. Niet alleen voor ik, ook voor Lander en ook voor mijn zus. Want mijn zus had gevraagd of ik een Goyard kon meenemen voor haar. Dus de groene. Nu moeten we enkel nog iets kopen voor mama. En dan is het helemaal compleet. Nee, want ik heb nog 80 euro te spenderen. Het is dus nog zo net begin de storm. Alles staat hier echt onder water. Ja. Taxis rijden echt door gigantische plassen. Dus het is echt crazy. Uit de niets begon het vee te regenen, dus we zijn bedoeld naar huis moeten gaan, maar alle shops zijn nog dicht. Maar ik had het ook wel al gezegd dat het onweer was, maar het was al heel erg. Maar nu is het echt enorm trainend, keihard. En alles staat echt onder water, want ik vermoed ook dat Turkije daar ook echt niet boven maakt. Dus voor zoveel regen. Dus, zoals je ziet, is er dus heel veel diepe plassen waar de auto moet doorrijden.